Pepper, RelatiePlanet, eMatching, Lexa, Tinder, Parship. De dating sites en apps die buitelen over elkaar heen. Sta je niet op, er is altijd wel iemand in je omgeving die probeert op die manier een partner, relatie of wat dan ook te vinden. Online dating is big business. Er worden miljoenen in verdiend in de economie van de liefde. En steeds meer dating sites richten zich nu op specifieke doelgroepen, zoals de hoger opgeleide of de rijke, Mirjam. Eerst gaan we gaan het zo met jou over hebben. Eerst kijken hoe ze dat in Amerika doen. Dat kan natuurlijk maar op één manier en dat is zwaar over de top. Patty Stanger heet ze. De hoop van Rijk Amerika. Met haar serie The Millionaire Matchmaker probeert ze met haar team menig rijke stinkert aan de vrouw te helpen. Wie van deze vrouwen is de gelukkige? Een makkelijke klus is het niet. Want deze mannen willen niet zomaar een vrouw. Nee, ze willen een trophy wife. En vaak een jonger exemplaar. En dat is een groot probleem. Ook in Nederland. Ja, je hoort zelden dat er een van 10 ouder zoeken of zo. Hè? Dat zit er niet bij. Dit gaat over die sites en die apps die je hebt. En die richten zich steeds meer op doelgroepen. Is dat een trend die gaat? Is steeds meer doelgroep daten? Ja, wat je ziet eigenlijk is dat er zijn echt twee ontwikkelingen. Vrouwen zijn steeds meer hoger opgeleide vrouwen. En met name vrouwen hebben best wel veel problemen tegenwoordig om een man te vinden die bij ze past. Dat komt omdat vrouwen eigenlijk vooral een man willen die tenminste het gelijke opleidingsniveau heeft. En vrouwen die hebben ook eigenlijk gewoon biologisch gezien behoefte aan een man die, nou ja, eigenlijk een beetje de alfaman is. Vroeger ging je voor de man, of in de oertijd bedoel ik dan, voor de man die de grootste beer kon vangen, bij zo'n spreken. Omdat hij ervoor kon zorgen dat jij je nageslacht gezond en veilig kon opvoeden. En tegenwoordig is dat toch meer de man, nou ja, die in ieder geval goed kan nadenken en misschien ook wel de grootste Bentley rijdt. Dat is het probleem voor vrouwen dus, maar geldt dat bij mannen niet? Nou, mannen die hebben toch net even wat andere eisen aan vrouwen. Je zag het net al een beetje in dat filmpje. Ik weet niet, ja, ik mag natuurlijk niet oordelen op uiterlijk, maar die vrouwen zagen er nou niet echt uit alsof ze allemaal de meest intelligente vrouwen waren. Kun je dat zien? Ik heb dat programma ook wel eens bekeken. En ze hadden ook wel bepaalde fysieke eigenschappen die mannen doorgaans niet onaantrekkelijk vinden. Kun je in ieder geval, is dat netjes genoeg voor de vrijdag hier wel? Hè? Ja, ik denk dat je dat wel mag zeggen. Nee, dus met name rijke mannen die zullen toch weer eerder gaan voor het type trophy wife. Wat jonger ook. Dus dan zit je al snel in de categorie 20. Terwijl vrouwen van 30 juist op zoek zijn naar een man die met wie ze zich kunnen voortplanten, want op een gegeven moment houdt het gewoon op, dan kunnen ze dat niet meer. Dus ja, die match klopt niet helemaal. Die man waar zij voor gaan, die is nog lekker aan het rondspelen met die 20-jarige, bij zo'n spreken. En nou ja, het gaat mis en daar spelen die datingbureaus dan weer handig op in. Ja, en dus heb je inderdaad de datingbureaus die zich ook op rijke Nederlanders richten. We zijn even bij een zo'n datingbureau langs gegaan. Dat is een nogal chic relatiebemiddelingsbureau. En we hebben even gekeken hoe ze daar te werk gaan. We zijn geen datingbureau, die misvatting wordt vaak gezegd. Het is puur dat wij ook op basis van profielen en heel veel gesprekken, intakegesprekken, wij gaan ook bij de opdrachtgevers thuis de opnames maken. We willen ook zien hoe die mensen wonen en leven en willen ook met hun gezin, als dat mogelijk is, kennis maken. We praten zelfs met hun kinderen of met exen of met familieleden. En vervolgens, als dat profiel helder is, kun je ook het zoekproces ingaan. En ook bij die kandidaten of kandidates gaan wij bij de laatste drie een privébezoek brengen aan hun woning. Om in ieder geval te zien of dat allemaal klopt wat ze beloofd hebben. Ja, er wordt uitgebreid werk van gemaakt. Zo werkt dat dus als je op zoek bent naar de rich en famous? Nou, de famous weet ik niet, maar de rich, ja. Wat die man die zegt eigenlijk, we zijn geen datingbureau, maar ondertussen, hij steekt zo ontzettend veel werk in het vinden van de juiste partner voor die personen die zich bij hem aanmelden. En daar vraagt hij ook ontzettend veel geld voor. Dus dan kom je al snel uit bij een rijk klantenbestand natuurlijk. Wat kost het? Nou, ik geloof dat in de categorie inschrijfgeld 7000 zit. Plaatsen van de advertentie zit je er ook weer 9000 bij. Als het tot een succesvolle relatie komt, betaal je ook nog even een fee van 10.000. Dus dat is best een hoop geld voor gezellig met iemand met een glaasje port voor de haard zitten. Nou, blijkbaar is dat waard, want deze mensen die leven ervan. Een vriend van je, journalist Victor Frulke van Esquire, heeft het ook geprobeerd, voor een artikel natuurlijk, om zo iemand te vinden. Laten we even kijken wat hij daar over zei. Ik ben naar Londen gegaan een paar maanden geleden. En heb mij voorgedaan bij een matchmaker voor miljonairs. Als een vermogend figuur. Om te kijken wat er gebeurt als je dat zegt en als je je als het zodanig voordoet.
En ook vooral om te kijken hoe ver je dan komt eigenlijk. Zonder ook 1 cent uit te geven. Zoals in goed Nederlands gebruik, eerst kijken, niet kopen. Dus ik ben daarheen gegaan met het doel om zo ver mogelijk te komen met mijn zogenaamde kweesten naar een mooie vrouw. En ik wilde kijken hoe ver zij gingen om mij daarin tegemoet te komen. En toen zeiden ze van ja, Dave, want zo heet ik, had ik me voorgedaan. Nu moet je eventjes je boeplap trekken en even 15.000 pond betalen. Want dan kunnen we ook daadwerkelijk wat profielen aan jou laten zien. Want ik dacht van oké, no cure, no pay, dacht ik, naar goed kapitalistisch gebruik. Laat mij eerst maar eens wat profielen zien en dan... En dan besluit ik wel of ik ook ga betalen. Een beetje zoals je in het bordeel ook gewend bent te doen. Het lukte niet met deze Dave? Nee, het lukte uiteindelijk niet. Het was wel grappig, want hij had zich dan voorgedaan als Dave Frilly the Third. Dus alsof hij een graaf was of zo. Daar waren ze ook heel gevoelig voor. Maar uiteindelijk was het toch van, ja, je moet echt eerst betalen. Want anders gaan we hier niet ons vrouwelijke klantenbestand laten zien. En wat Victor ook aangeeft, is dat waarschijnlijk bij vrouwen wel anders ligt. En toevallig heb ik daar dan weer ervaring mee. Want ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan als Victor. Ook vanuit puur professioneel oogpunt? Puur professioneel. Ik schreef een artikel over... Ik had toen een column over het zoeken van een rijke man. Dus het paste helemaal in dit plaatje. Dus ik ben naar Londen gegaan ook om me aan te melden bij ditzelfde bureau. En een heel mooi kantoor. Ik werd echt heel deftig ontvangen. Thee. En ze wilden dan zeker weten dat ik de juiste intenties had. Dus dat ik niet op zoek was naar een rijke man. Wat ik een beetje vreemd vind. Want alles straalde rijk uit. Dus waarom zou je daar komen als je niet op zoek bent naar een rijke man? Maar zij vertelde mij uiteindelijk van ja, nee, sorry, mannen en vrouwen gelijk. Je moet echt die 15.000 pond betalen, anders kunnen we niks voor je doen. Zijn ze wel heel eerlijk in van beide kanten? Nou, ze zei dan wel van ja, het zou wel eens kunnen dat ik voor een man een zoekopdracht krijg buiten ons klantenbestand om. En dan zou het kunnen gebeuren dat we misschien nog eens een keer contact met je opnemen. Maar vervolgens heeft ze me echt om de 2 weken heeft ze me gemaild met ik heb een leuke man en kan je naar Londen komen. Dus ja, eigenlijk, ik kreeg een beetje het gevoel erbij dat het toch een soort veredeld escort-achtig idee was. Ja, snap je wat ik bedoel? Mannen moeten betalen, maar vrouwen worden er makkelijk... Dat wilden ze dan niet zo zeggen, maar zo werkt het in feite wel, ja. Maar ik vraag me wel, is het nou zo moeilijk dan als rijke man om gewoon een partner te vinden? Moet je al dit soort capriolen voor uithalen? Nou, wat je wel vaak ziet bij rijke mannen, het zijn natuurlijk succesvolle ondernemers, en die zijn... Ik heb er al heel wat ontmoet in mijn werkende bestaan. Ze zijn vaak toch vrij monomaan bezig met hun beroep, met hun onderneming. En... ja, die hebben misschien sociaal net even niet die handigheid om op een vrouw af te stappen bijvoorbeeld. Of gewoon simpelweg te druk met hun werk. En dan kom je bij dit soort... Maar voor vrouwen is het natuurlijk een heel ander verhaal. Als jij een mooie... Dat soort mannen willen toch graag een mooie jonge vrouw. En als jij een mooie jonge vrouw bent, dan heb je zo'n bureau natuurlijk helemaal niet nodig. Dan ga je gewoon in een gemiddelde bar staan en je zwaait dus met je haar. En je hebt er al eentje... Want zijn er nog ontmoetingsplaatsen voor de... Nou, misschien niet al famous, of wel de famous, maar in ieder geval de rich. Waar je... Waar moet je zijn als mooie vrouw om een rijke man op te pikken? Nou, als je echt, wat zijn tegenwoordig de hotspots? Hier in Nederland bedoel je? Conservatoriumhotel, toch? Ja, is dat het? Nou ja, hotellobby's zijn inderdaad wel slim. En dit moment moet je toch op de Zuidas, bij Dickies? En, hoe heet dat ook weer? Blue, hoe heet dat ding nou? Blauwe Engel. Blauwe Engel, ja. De Blauwe Zwengel ook wel genoemd. Omdat daar kennelijk dus heel veel meisjes uit Purmerend dan aan de bar staan op zoek naar een Zuidas geslaagde. Ja, het hangt een beetje vanaf wat je zoekt natuurlijk. Als je voetballer zoekt, dan moet je naar het Palladium. Ja? Als je een leuke vastgoedmiljonair zoekt, dan zou ik zeker gaan posten bij Le Garage. Maar in ieder geval Amsterdam-Zuid is wel de place to be ongeveer. Ja, daar loopt wel wat rond, ja. Hoe kunnen dit soort sites dan bestaan als je zegt, de knappe mannen, de rijke mannen, die willen graag een mooie vrouw, maar de mooie vrouwen die vinden zelf al een man. Dus dan zijn het toch helemaal geen voorraad mooie vrouwen dan voor die site. Nou, uiteindelijk wel, want ze benaderen mee om ook op stil te staan. Ze moeten wel echt om binnenhengelen. Dus. Kijk, dat was ook wel weer. Kijk, als ik daar echt gevoelig voor was geweest, dan had ik dus de hele wereld over kunnen vliegen op uitnodiging. Ja, nou ja, ik moest het dan wel zelf betalen. Maar en ik heb ook een aantal mannen ontmoet, alles voor lezer. ik vond het allemaal een beetje vreemde kanaries, dus ik had er verder niks mee. Maar als je dat niet erg vindt, omdat je vooral voor die Hermes-tas gaat, dan is dat natuurlijk een prima deal. Meer van de boeken. Dankjewel. Van Quote. Vanavond om 20:30.